Gordon lijkt zijn relativeringsvermogen nog niet teruggevonden te hebben, zo blijkt vier dagen na de uitzending van vandaag in Zeit, waarin hij flinke kritiek kreeg op zijn optreden tijdens zijn albumpresentatie. Hij blijft boos en noemt het optreden van zes respectloos. De uitzending van 21 februari 2024 zal voor Gordon een gedenkwaardige datum blijven, aangezien hij nog nooit zo vernederd werd op televisie. De mannen van vandaag in Zeit, inclusief tafelgast Albert Verlinde. Lachten hem volledig uit vanwege zijn valse optreden bij zijn eigen albumpresentatie. Koorde reageerde woedend en riep f C.K. Dem tegen het zes trio. In een interview op NPO Radio 1S de Perstribune blijkt dat Corden nog steeds boos is. Hij vindt het teleurstellend dat Zes, gezien zijn ervaring, niet meer respect toont. De kritiek op zijn zangvaardigheden stoort hem, en hij vraagt zich af of hij na 37 jaar carrière nog moet bewijzen dat hij goed kan zingen. Korde benadrukt dat de beelden die zes uitzond repetitiebeelden waren, maar hij heeft ze zelf niet gezien. Hij vindt het ondankbaar en respectloos dat zes juist dat ene moment waarop iets misging, uitzond. Hij beschouwt het als een negatieve focus op social media. Op de vraag of hij zijn optreden zelf goed vond gaan, reageert Korde: Nou ja, het ging gewoon heel goed. Iedereen is aan het repeteren met je oortjes en met je geluid en met je dingen. Er gaan altijd dingen mis. Waarom ga je dat ene ding dat mis gaat uitzenden?